Ik schrijf dus boeken voor zowel peuters, eerste lezers, flinke lezers, ervaren lezers, jong adults als volwassenen. Dus ik bestrijk heel dat palet. Dat is niet moeilijk, ook al lijkt dat misschien een beetje vreemd, maar dat is niet moeilijk. Maar ik hou wel van afwisseling. Dus als ik een zwaar boek heb geschreven voor jong adults en volwassenen, dat zich afspeelt in de oorlog of in een concentratiekamp of zo, ik zit daar dan ook maanden in. En als dat boek dan af is, dan heb ik altijd het gevoel, nu ga ik een heel gek, zot boek schrijven voor iets jongere kinderen, met heel veel fantasie en waar ik dat dan luchtig is en grappig is en griezelig, maar toch gezellig, griezelig heet dat dan. En als ik daar dan mee klaar ben met dat grappig, leuk boek voor jongeren, dan krijg ik toch wel weer zin om een iets zwaarder boek te maken voor oudere lezers. Dus het is yin-yang, dus ik heb echt geen voorkeur voor een van de twee. Humor in mijn boeken is cruciaal, hè. Zeker voor jonge kinderen. Oudere kinderen is de humor van een andere soort humor. Maar zo echt slapstick humor, Laurel and Hardy, Charlie Chaplin, Monty Python, zo van die soorten absurde humor, daar hou ik ontzettend van. En als ik de vele mails die ik elke dag krijg van mijn fans mag geloven, die vinden dat ook altijd heel, heel grappig. Het is altijd zo, het is griezelig. Maar het is nooit horror. Het is een dun lijntje, maar als je daar kunt op balanceren, dan werkt dat wel. Dat komt door de humor. Hè. Als kind las ik vooral strips. Ik ben eigenlijk maar boeken beginnen lezen op mijn 14e, 15e. Maar dan ben ik wel op slag leesverslaafd geworden. Ik las dan meer dan 300 boeken op een jaar. Maar dat was uit een soort vlucht, want ik was toen in het internaat. En ik zat daar op mijn kamertje tussen die vier muren. En dat was echt niet mijn ding. Dus ik vluchtte dan in boeken. Dus ik las toen bijna elke dag een boek. Nu kan ik echt ontzettend genieten van een boek. Ik zeg altijd als ik lezingen ga geven bij kinderen, lees alsjeblieft, want als je niet leest, iemand die niet leest, die heeft één leven, dat is jouw leven. Dat vind ik te weinig. Als je boeken leest, dan beleef je al die levens van die personages. Op de laatste echte boekenbeurs in Antwerpen, een paar jaar geleden, kwam er een jongen van 12, 13 en die vroeg of ik zat te signeren. En die vroeg of ik zijn boek dat hij net had gekocht wilde signeren. Dat deed ik. En dan vroeg hij, ik heb ook nog een boek mee van thuis, mag ik dat ook laten signeren? Ik zei, ja natuurlijk. En dan haalde hij zo'n pluk, versleten, kapot gelezen exemplaar van Blinker. En de bak via de bioscoop tevoorschijn dat zo echt bijna uit elkaar viel. En ik sla dat boek open om te signeren en ik zie daar staan voor Thomas, 1994 of zoiets. Allee. Ik zeg, oh, dat is een boek van uw papa waarschijnlijk. Ja, oké. Dus ik zet daar zijn naam bij, ik signeer dat, trek daar zo'n kind, ik steek daar een lieve heersbeestje bij. En op dat moment dat ik het boek teruggeef, komt er door die massa die stond aan te schuiven om hun boeken te laten signeren, komt er een man, die wringt zich daardoor. Die doet high five met die jongen, die doet high five met mij, die grijpt die jongen vast en die is weg. Dat was zijn papa. En dat vond ik zo fantastisch. Dat vond ik zo dat die door een boek, zo vader en zoon en Blinker, dat die zo echt daar ontzettend teug van hadden. Dat blijft mij toch altijd heel erg bij als iets warms. Zo. Een boek is meer dan een boek. Ik was dan in het internaat in Oostakker en ik kwam dan op woensdagnamiddag mochten wij van de broeders vrij naar Gent. En mijn leeftijdsgenoten die gingen mij allemaal op café of naar de Leopolde, de sekscinema's gaan kijken. Dat interesseerde mij wel, maar ik besteedde mijn bij elkaar gevoetbalde spaarcenten veel liever aan platen en boeken. En waar kon ik dan beter zijn dan in de FNAC? Dus ik zat uren in de FNAC, elke woensdagnamiddag toen ik in Oostakker studeerde voor onderwijzer.